Oké, we zijn bij de Prince Palace. En het is een teringzooi. Maar ze hebben een hele goede tuinman aangenomen. Tuinvrouw. Ja, ja. Die heel erg zichtbaar is. En kijk eens wat ze aan het doen is, de tuinvrouw. Is het erg, mevrouw? Nou, die jasmijn was een beetje... Maar die heb ik onder controle. Die jasmijn die is onder controle. Nou, kijk, is dat al een hele vuilnisbak vol. En dan moeten we ook nog even kijken of er bier in de koelkast staat natuurlijk. Ja, de buurman heeft de bier, heeft de koelkast van de... Oh, de buurman heeft de koelkast leeggehaald, zegt die. Nou, mooie boel. Goed, dan kun je even zien. Een before en een after. Ik zal die palmboom zo eens even mooi regeren. Al die tak over het dak, dat is niks. Dan zullen we hurricane shutters dicht doen. Maar het ziet er toch leuk uit, jongens. Hè? Dan doen we straks nog een keertje een omgang als we klaar zijn. Oké. Goed. Kijk, de nieuwe airconditioning is aan. Ik begrijp alleen bij God niet waarom er zo'n grote bocht in zit. Maar goed. En, oh ja. De mintplantage. En hier kan ik dus niet eens meer door. Mooie boel. Goed, ik ga aan het werk. To be continued. Kijk eens eventjes jongens. Dat gaan we nou allemaal in onze tuin planten. We hebben met wortel en al eruit gehaald. En we zijn er heel blij mee. Dat hadden jullie niet hoeven doen. Maar ik heb een hele goede tuinvrouw bij me. Zo. Nou, maak er straks nog wel even. Oké, we're rolling. Saskia en Theo. Wat vind je ervan, Lisbeth? It's hot. It's, ja, ook dan nog. It looks much better. Zo. Nou, het ziet er mooi uit. Je had het net moeten doen toen die hele berg groen was. Die heb ik al lang laten zien, die grote berg. Oké, lieve mensen. Hoop dat alles goed gaat. Inderdaad. En hier gaat alles prima. Ja, en we George hebben... en Marie hopen dat jullie snel weer komen. En niet ziek worden. En ja. We hebben het met plezier gedaan. Yes. En we gaan heel veel geld verdienen met al die planten die we uit de tuin hebben gehaald. Ja. Nou, nu gaan we naar het strand. Ik ga eventjes eromheen lopen, waardoor je kunt zien dat we echt gewerkt hebben. Oep, en een gat in de ruit. Here we go. Even recht zetten. Zo. Kijk, ik kan het trappie weer zien. In een van die palmbomen zat een duif. Daar ben ik er maar mee opgehouden. Ik wist niet zeker of die een nest had. Kijk, dat is allemaal gekuist. Luiken zijn dicht, luik 1, luik 2. Palmboompjes zijn aangepakt. En luik 3. Airconditioning werkt, godzijdank. En dan lopen we hier nog eventjes. Kijk, al die zooi is nu ook gesnoeid. Niks kan meer door je schermen vliegen. Hier kan een normaal mens weer onderdoor lopen. Kortom. We zien eruit als een stel Mexicanen, mag ik niet zeggen van Lisbeth. En dit is de oogst, dat gaan we lekker verbranden. Ah. Oké, okay. Oh. Lisbeth wordt er een wesp achterna gezet. Ja, zijn heel heet geworden. Oh ja, nou. Oké, okay. Over en uit. Love you guys.